Maar ik ben uitjes 2-0 tegen Sirocco. Een mooie overwinning, denk ik, tegen toch wel een sterke ploeg. Ja, stugge ploeg, stonden goed. Gaf weinig weg. En gewoon een belangrijke overwinning, want ze stonden boven, ze lopen in. En goede pot. Hij is gewoon belangrijke 3 punten. Ja, 2 vroege goals. Vroeg in de eerste helft, vroeg in de tweede helft. En daarna waren het toch fases waar jullie vrij lang onder druk stonden wel. Nee, ik zei altijd tegen hen in de kleedkamer, we scoren op de juiste momenten. We scoren vroeg in de eerste helft en vroeg in de tweede helft. En hun denken, 2-0, beginnen we de tweede helft. En daarna maken we we komen er niet meer in. Dat is meer tegenhouden dan voetballen. Nou, ik denk wel dat we dat goed gedaan hebben als team. Ik denk, we stonden goed, gaven weinig weg. Beetje massa af en toe, maar dat mag gewoon een keer. Soms gaan ploegen verdedigen spelen omdat ze voorstaan. Maar jullie wilden niet per se verdedigen spelen, had ik het idee. Nee, we probeerden nog wel eens op te bouwen. Maar dat ging niet echt. We schoten ballen uit, liep niet lekker. Ja, dat kan gebeuren. Dan moet je ook je betere kennen en dan gewoon dan maar tegenhouden. En nogmaals, dat deden wij gewoon goed gedaan. Harkemaasse Boys begon dit seizoen met 2 andere centrale verdedigers. Nu sta jij er samen met Ilobe achterin. En vorige week tegen de Dijk 4-1, maar helemaal vandaag tegen een goede ploeg toch mooi de pot dichthouden. Moet een goed gevoel geven. Nee, zeker. Ilo en ik zei ook tegen elkaar van hou die pot gewoon dicht, de 0 vandaag. Is gelukt. Nee, het voelt goed. Ja, jammer van die ene van vorige week tegen de Dijk. Maar ja, het is, of ik met Jens of Ilo sta, maar niet uit. Het zijn allebei hartstikke goede voetballers. Dus ik vind het gewoon heerlijk om met hen te spelen. En het is een goede concurrentiestrijd, denk ik. Dus dat maakt het allemaal beter. En in zo'n wedstrijd, waar je onder druk staat, dan kun je ook laten zien dus. Ja, zeker. Dan kun je ook laten zien wat je kan. En dat je gewoon het goed organiseert met z'n tweeën. En dat je er gewoon wat vandaag de pot dicht houdt. En dat is denk ik inderdaad een lekker gevoel. Wat voor duels zijn het met die jongens van Sirocco daar achterin? Ja, die spits. Dat zijn wat duels. Kijk, het was niet de grootste, het was niet de sterkste. Dat is wel lekker. Maar op een gegeven moment kwam die centrale verdediger erbij. Ja, dat wordt wat moeilijker, wat meer een buffel. Maar daar leer je ook van. Je moet wat slimmer zijn. Ik ben niet de grootste, niet de sterkste. Dus moet je wat slimmer zijn. Goed timen. Ik denk dat vandaag dat wel aardig ging. En 2-3 mooie punten met een mooie overwinning. Heb je nu, je bent nog 2-3 wedstrijden tot de winterstop. Enig idee waar je ongeveer staat tussen in die derde divisie vergeleken met al die andere ploegen? Nou, ik denk, deze is echt belangrijk dat we deze begonnen. Dat vond ik Jong Groningen. Ja, als we die ook winnen, dan moet je daarna nog tegen DVS thuis. Een moeilijk potje, goede club. Ja, kijk, als je uit 3 wedstrijden sowieso 6 punten pakt. En dan tegen DVS thuis gewoon voor de winterstop lekker een mooie pot neerzet. En wie weet win je daar ook. En dan ga je met een heerlijk gevoel ga je lekker op trainingskamp. Ja, zover is het nog lang niet natuurlijk. Nee, nog niet, maar daar kijken we wel naar uit. En het is eerst nog 2 wedstrijden knokken. En... en dan is het lekker tot rust komen met familie en dan lekker op trainingskamp en dan weer klaar voor de nieuwe seizoenshelft.